Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag, 19 augustus. En we leven om 9 minuten over 12. En ja, dat is allemaal nog steeds in het jaar 2019. En eeuwenlijk zit hier te mopperen en te doen en de aandacht te vragen van... Doe nou, schiet nou op, want ik wil nog eten. Ja, ik hoefde er niet bij tijd eruit. Ik zou er wel bij tijd eruit gaan, maar... Meneer Jodokus Kwast, gezien hallo, die Jack, die heeft vakantie. Dat schoot me vanochtend pas in mijn hoofd. Maar ja, maakt niet uit. Ja, ik let even op de deur, want die staat niet op de haak en die appet wat heen en weer. Maar het maakt allemaal niet uit. Ik heb lekker weer geslapen, want ik had vannacht amper een oog dicht gedaan. Ik kon niet de slaap vatten. Ik was ook zo moe, maar je kan er niet slapen. Dus ja, kwam wel weer mooi uit. En vanmiddag, ja, komt Astrid. Dus ja, ook dan kunnen we niet filmen. Nee, hè, meisje. Een mevrouw. Deze mevrouw. Oh, dan weer verschoten, dat ding. Nou, wat een dikkie. Kom af dan. Kom af even bij me. Hé, hey, ja, nou, kijk eens, wie is dat? Gandalfie. Ja, hé, hey, kereltje. Ja, ik ben gek met mijn dieren. Degene die er niet tegen kunnen, die roepen maar op. Ja, het is nou hier ook een en al haar. Het valt nu momenteel nog mee, want ik heb gisteren aan het vegen geweest. Maar, ja, als we ze verharen... Dan heb je dat, dan heb je een hoop haar liggen, overal. Ja, dus toch was het doorheen, dat doet wonderen, dan is het weg. Maar als ze dan weer een half dag later, dan ligt het er weer, keer weer. Nou ja, lekker belangrijk. Ik veeg wel eens een keer tussendoor. Ja, er ligt wel weer wat plukken hoor, maar niet veel. Maar oké, morgen komt ook Rebecca weer, dus ja. Laat het gewoon even, als het al erg wordt, pak ik vanavond weer de bezem. En anders ziet Rebecca morgen wel. Mijn lieve vrienden, ik ga nu lekker verder. Ik ga even Astrid haar kopje afwassen en die van mij. Dat doe ik wel met de hand. En dan zorg ik voor de dieren. Welke ik, hé jeetje. En dan voor mezelf. En de boel gaat in de vaatwasser, want dat ziet er weer eens niet uit. Ja, oké. Dat is van Ewin, dat is schoon. En dat is van Gandalf, dat is ook schoon. Dat stond daar gewoon. Maar de rest, dat moet allemaal in de vaatwasser. Ja, mensen, dat dieren, hè? Het is leuk als je ze hebt, maar het is net zoals met kinderen. Kinderen kunnen lastig zijn, dieren kunnen lastig zijn. Maar wij grote mensen kunnen ook lastig zijn. Ja hoor, echt wel. Maar oké, ik ga er van tussen, ik ga opschieten. Ja, ik hoop dat jullie allemaal een hele fijne middag zullen hebben met elkaar. Of op jullie werk, of waar je ook mag wezen. Heb het fijn met elkaar. Ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer eventjes weer retour. Ja, speciaal voor jullie. Astrid, die is weer de hort op. Ja, die is weer naar huis. De kopje. Kennen de keuken toe. Hoef ik niet ver voor. Nee. Ik neem nog een bakje koffie, want zij wou niet meer. Ik zit dus al een hele tijd weer op een droogie. Daarna ga ik... De vaat opruimen. In de vaatwasser. En dan zullen we weer verder kijken. Ik heb toch maar mijn scootmobiel aan de acculader gezet. Want ik reed in het rode. En dat vind ik een beetje eng. En ik moet morgen weg. Want dan hebben we Juttersmarkt. Daar wil ik toch nog overheen. En ik weet niet wanneer ze de nieuwe acculader komen brengen. Dus ja, ik moet er wel weer input in hebben. En ik moet ook nog naar de Vomar toe. Ik moet voor Frodo weer vleesje halen voor als nacht voor.
Bauke heeft hij nog zat en dan moet ik toch weer voor naar de Schoten of Nieuwenelden toe. En dat komt allemaal wel goed. Maar ik heb ook weer eentje aan het renderen geweest. Die is ook weer naar YouTube toe. Dus ja, ik ben lekker bezig. Ja, echt wel. En dan ga ik straks hier aan de gang in de keuken. Om die vaat op in de vaatwater te krijgen. En Frodo die komt weer binnen gejokt. Hé, hey, kerel. Of niet dan? Kereltje. Wat jij doet? Hallo. Biepo. Goeie. Hallo. Boef. En Ewen legt lekker te slapen. Die ligt er zo heerlijk bij. En die gaat daar weer lekker liggen. En waar Kamolf is, ja, die weet ik niet te vinden. Die was er net buiten, maar hij kan ook wel weer binnen wezen. Even rammel met de bellenblaas. Hij hoort het niet. Te ver weg. Als hij het hoort, komt hij over de schutting heen springen. Maar nee, daar is hij niet. Nee. Dus ja, lieve vrienden. Dan hebben we pech gehad, ja toch? Ja, ik zeg van wel. Ja, en ik ben eergisteren op de dijk wel wat verloren. Maar ja, daar kan ik ook niks aan doen. Ik had gelukkig nog een nieuwe. Dus ja, helaas, pindakaars. Ik had de lamp er eerst op. Die heb ik op de dijk zo weer afgehaald. En toen is die bout eronder is eruit gegaan. Dus ja, ik moet eigenlijk dan weer even een ook nieuwe bestellen. Voor eventueel als je eens een keertje eentje verliest. Dan heeft altijd wel weer een reserve. Ja toch? Ja. Nou, ik zou zeggen lieve vrienden, geniet verder van jullie heerlijke dag. Hier is het wisselvallig. Regen, zonneschijn, bewolking. Noem maar op, alles krijgen we vandaag. Maar het zal morgen sowieso toch weer beter worden. Dus daar hopen we dan op. Ja. Dus ik zou zeggen, voor nu, tot straks. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, het is alweer 7:15. De oude gedeelte van goede tijden, slechte tijden zijn weer begonnen. En ja, ik denk andere week, 2 september, hè, dat we dan weer opnieuw beginnen. Ja, met de nieuwe afleveringen. Dus ja, ik zit weer lekker te genieten natuurlijk ervan. Jullie weten, ik ben gek op GTST, dat is mijn favoriet. Bakje koffie erbij, koekje erbij. En alles is hier ook alweer netjes. Ja, ja. Aanrecht is weer netjes. En alles zit in de vaatwasser. Ja, ik ben wel lekker bezig geweest. En natuurlijk aan het renderen ben ik bezig geweest. Naar YouTube toegebracht. Karin die was ergens achtergekomen dat iets met het geluid van de camera niet goed is. Ook van haar camera. Dat ik heb daar geen verstand van. Maar ik moet dus terug naar de winkel ermee. Ja, maar dat komt ook wel goed. Zal ik van de week even proberen. En ik zou zeggen voor nu een hele, hele fijne, liefdevolle avond met diertjes of zonder diertjes. Ja, dat kan allemaal. Maar in ieder geval, geniet ervan met watgene wat jullie gaan doen. En voor later wel trusten met mooie dromen. Gezond weer op en tot aan de andere kant van de nacht. Ik zou zeggen, tot dan!